Audio Jungle. Audio Jungle. Nieuws: Coco van de Weg zorgt voor Amerikaanse voorsprong in finale Fed Cup. Coco van de Weg, Tatien, heeft de Verenigde Staten zaterdag op voorsprong gebracht tegen Wit-Rusland in de finale van de Fed Cup. De 25-jarige Amerikaanse klopt in de eerste wedstrijd in Minsk Alexandra Sasnovich, ta 87, in 2-6-4. Later op de dag kijkt Arina Sabalenka, ta 78, Sloane Stephens, ta 13, in de ogen. De Verenigde Staten won aan de Fed Cup al 17 maal, een record, maar de laatste eindzege dateert al van 2000. Voor Wit-Rusland is het de eerste finale.